voor deze hele bijzondere editie van het orgelproject in Brabant. Hier op Hervormingsdag heb ik een bijzondere gast uitgenodigd. En wel mijn goede vriend en collega Mark Brandwijk. Welkom. Hi. Wij gaan samen een heel mooi stuk spelen over het ons welbekende Lutherlied. Geniet ervan. Thank you.
Wij speelden zojuist het eerste deel uit de kantate Einfesterbuch, Bachwerkenverzeichnis 80 van Johann Sebastian Bach. En wel in een fantastisch arrangement van de gebroeders Euge en Sibel de Jong. Twee broers die al heel wat naam hebben gemaakt op het gebied van arrangeren van quatre-mains orgelmuziek. Het lijkt misschien een vreemde keuze om dit werk op dit romantische Ibach-orgel uit te voeren. Maar met de uitgekiende registratie die je zojuist hoorde, kan dit vrij instrument toch klinken als een heus orkest en is dat hele stemmenweefsel, dat ook wordt de polyfonie genoemd, toch nog heel goed te volgen. En ja, muziek van Bach, die is toch nooit kapot te krijgen?